We gaan jongleerballen maken, of jongleerballen. We gaan er 3 maken om te jongleren, ja? Het eenvoudigste is, en het mooiste is, met ballonnen. Ballonnen die je nog kan verkrijgen in de Colruyt of in de Carrefour. Heb je geen ballonnen voorhanden, kan je altijd huishoudfolie gebruiken. Huishoudfolie waar je een stuk van afsnijdt, vult met rijst, mooi een bolletje maakt en dan afplakken met duct tape of met andere tape, gewone tape. Ja, goed langs alle zijden mooi afplakken totdat je een mooi stevig bolletje hebt. Daarmee gaat het ook. Maar het mooiste is met de ballon. We hebben 2 ballonnen per jongleerbal. Je hebt een flesje water waar je het bovenstuk van afsnijdt, zodanig dat je daar een trechter van hebt. Dan gaan we de ballon rond de trechter spannen. Ja? Je kan de ballon eerst wat soepel maken door hem even op te blazen. Dan vullen we de ballon met rijst. Ja, totdat hij volledig vol is. Zo. Er mag nog een beetje bij. Totdat hij tot boven gevuld is. Zo. Hier is boven. Goed. Dan doen we de ballon van de trechter. Kijk, het bovenstukje, het teutje, is nog vrij. We gaan eerst de ballon goed naar beneden drukken, dat die mooi een bolle vorm krijgt. Dan maken we een halve draai, of een volledige draai, zodanig dat de opening is afgesloten. En we spannen het teutje, gaan we helemaal over de ballon rondspannen. Ja? Zodanig dat die ballon mooi een ronde vorm krijgt en goed gespannen is. Zie je? Ja. Je hebt hier nog een opening en die opening gaan we afdekken met de tweede ballon. Tweede ballon waar we een stuk aan de bovenzijde gaan afsnijden, een mooi groot stuk. En ook een stuk aan de achterzijde. Zo. Zie je? En nu gaan we de opening van de ballon bedekken met deze ballon, span die er mooi rond, zo, helemaal mooi rond, voilà, en je hebt een prachtige, ideale jongleerbal, heb je er 3, kan je beginnen met jongleren, succes!